Hoi allemaal, het is weer tijd voor een nieuwe vlog van The Secret Life of Joy. En zie ja. Ik zal vandaag zelf niet veel in beeld zijn, aangezien ik afgelopen nacht in mijn nachtdienst flink ziek ben geworden. En ik zie er dus gewoon uit als een zombie. Maar ja, dat past natuurlijk wel bij de oktobermaand met Halloween. Ik had een tijdje geleden dit pakketje gekocht bij de Solo, maar ik heb het nog geen één keer gebruikt. Even kijken of ik het met één hand open krijg voor jullie. In dit pakketje zit een receptenboekje. Daar gebruiken we vandaag geen recept uit, want ik heb een recept via internet. Er zit een zakje in waar je de koekjes in mee kan nemen als je gaat wandelen. En er zitten drie vormpjes in. Een klein botje, een groot botje en een hondenpootje. Het hondenpootje vind ik wel het minst leuk, want ik heb zelf een heel mooi hondenpootje met veel meer details. Dus die zal ik niet vaak gebruiken. Kijk, dit is ons eigen hondenpootje. En dit is het vormpje wat bij het koekjespakketje zit. Dus nou ja, je ziet het verschil. Voor deze pindakaaskoekjes hebben we 220 gram bloem nodig, 80 gram pindakaas, 50 milliliter koud water en 2 eieren. Ik ga dit nu nog eventjes kneden tot een samenhangend deeg. Het is nu tijd om het deeg uit te gaan rollen. Ik ga eerst even mijn werkblad bestuiven met bloem, zodat het niet heel erg blijft plakken. Je kan ook je deegroller nog een beetje bestuiven met bloem. Dan blijft het ook daar niet aan plakken. Dan is het tijd om koekjes uit te gaan steken. Ik denk dat ik ga voor de kleine en de grote botjes. Dat vind ik vandaag wel even leuk. Dus we kunnen. Ik steek er even twee uit voor het voorbeeld. Kijk hoe leuk. Nou, daar gaan we dus nog eventjes mee verder. Nou, daar is onze plaat met koekjes. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden voor 10 minuutjes. En straks gaan ze 15 tot 20 minuten in de oven. A few moments later. Nou, de pindakaaskoekjes die zijn uit de oven. Ze zien er goed uit. Ze ruiken lekker. Het hele huis ruikt naar pindakaas. Ze zijn natuurlijk nog wel hartstikke heet nu, dus de meisjes mogen nog niet proeven. Ze moeten eerst even afkoelen.
Dan kunnen we terwijl de koekjes afkoelen natuurlijk wel eventjes lekker wandelen. Dus gaan jullie mee? We zijn weer thuis. En Joy ziet er niet uit. Kijk die voorpoten. En Sia had even een kleine ruzie tijdens het wandelen. Maar daarna heeft ze ook wel een heel leuk vriendje gemaakt. Namelijk een Stafford. Normaal moet ze helemaal niks van die rassen hebben. En nu vond ze het helemaal geweldig. Heeft ze lekker met hem gespeeld. Dus ze is helemaal moe. De koekjes die zijn helemaal afgekoeld. Dus die gaan we natuurlijk even proeven. Zachtjes. Lekker. Ze zijn altijd zo blij als ik zelf koekjes ga bakken voor ze. Lekker, Joy. Was lekker? Challenge accepted. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Nou, de koekjes vallen in de smaak. De peanut butter challenge. Joy, die vond het wel leuk. Sia vond er helemaal niks aan. We mochten het niet op de neus smeren. Ze vond het echt helemaal niks. En nou, daarna natuurlijk nog heerlijk gewandeld. Ik zeg, het is mooi geweest voor vandaag. Ik wil jullie allemaal een hele fijne avond wensen. En hopelijk weer tot de volgende vlog. Toch jongens? Kijk eens. Zeg maar doei. Oh, jullie zien mijn hand in de schaduw. Nou, fijne avond. Tot de volgende keer.